Het regent presidentiële besluiten en decreten. Donald Trump raast als een tornado door het politieke landschap. Where would you like that? Een vliegende start voor de president. En heel veel mensen vragen mij, kan dit eigenlijk allemaal? Mag je dat allemaal in zijn eentje zo bepalen? Het ligt een beetje ingewikkeld. Soms wel en soms niet. De president is de baas van de uitvoerende macht in het Amerikaanse systeem. Je hebt de wetgevende macht, het parlement, de rechterlijke macht, de rechters en de uitvoerende macht. President Trump is dus de baas van alle ambtenaren en hij kan ze aansturen. Hij zegt, je moet hier wat meer aandacht aan geven en ik wil dat je deze regel minder belangrijk maakt in je besluitvorming. Nou, de president kan op sommige gevallen zeggen, dat ga ik in mijn eentje doen, maar niet altijd. Bijvoorbeeld de bouw van die muur in Mexico. Ja, hij zegt dat hij geld heeft in een potje en dat het goed gaat komen, maar die hele muur gaat waarschijnlijk 20 miljard kosten. En dan zal hij toch uiteindelijk geld en een wet voor nodig hebben van het parlement om dat voor elkaar te krijgen. Maar als het gaat om mensen het land binnenlaten, wie wel en wie niet, daar kan president Trump zeggen, ik stuur mijn ambtenaren aan. En dus, als je kijkt naar hem en je ziet hem iets ondertekenen, moet je goed nadenken. Soms is het echt iets dat hij zelf kan opleggen en soms is het meer een soort memorandum van, ik neem me voor om dit voor elkaar te krijgen. Laten we het dan eens hebben over die executive orders, presidentiële besluiten of decreten. Heel veel mensen die boos zijn dat Trump ze inzet, vonden het prachtig toen Barack Obama het deed. Bijvoorbeeld om 3 miljoen illegalen een generaal pardon te geven. De Republikeinen die waren daar woest over. En die zeiden, dit mag de president niet zomaar doen. Als je zo'n grote stap neemt, een generaal pardon, daar moet niet de president over gaan, maar het parlement. Ze stapten naar de rechter en kregen gelijk. De rechter zei, de president gaat zijn boekje te buiten. En je ziet ook zoiets gebeuren bij Donald Trump. Een rechter heeft al gezegd dat een deel van zijn afspraken over de immigratie niet geldig zijn. En ook veel meer andere executive orders zullen uiteindelijk worden uitgevochten voor de rechter. De president pakt alle ruimte die hij krijgt. En wie houdt hem tegen? Nou, misschien zijn eigen partij. De Republikeinen hebben nu de meerderheid in het parlement. Maar als die meerderheid in gevaar komt door de plannen voor Donald Trump, als ze bijvoorbeeld de verkiezingen van 2018 dreigen te verliezen, dan zouden ze wel eens kunnen gaan zeggen, u moet een beetje inbinden, meneer de president. Alleen het Witte Huis denkt dat de meeste Amerikanen achter de plannen van Trump staan. En daarom smeden ze het ijzer als het heet is. Daarom gaan ze zo hard van stapel.